Toetje, wij zijn gek. Wij zijn gekomen voor een lek. Wij zijn gekomen voor een lekkere kak. Wij zijn gekomen voor een lekkere kakketoe. Die is van slag. Die is van slagroom met pis. Die is van slagroom met pistasnootjes en koe. Die is van slagroom met pistasnootjes en koek. De kok krijgt een bed. De kok krijgt een bedankje, wat een heer. De kok krijgt een bedankje, wat een heerlijke kak. De kok krijgt een bedankje, wat een heerlijke kakketoe toe. Met een lepeltje erbij. In het gedicht Toetje van Joke van Leeuwen, daar zit eigenlijk geen beeldspraak. Alle woorden betekenen precies wat ze moeten betekenen. En de woorden zijn eigenlijk meer voor een soort van taalspelletje. Wij zijn gek, wij zijn gekomen voor een lek. We zijn gekomen voor een lekkere kak. Alle woorden zijn precies zo afgehakt dat het juist een leuk grapje wordt, maar dat ze niet dan nog iets anders betekenen. Beeldspraak is een deftig woord voor een vergelijking maken. Dus je wilt iets vertellen, maar je gebruikt er iets anders voor. Je vergelijkt het een met het ander. Beeldspraak in een gedicht, dat is als je... Als je eigenlijk een soort van beeld in een hoofd van iemand anders tovert. Dus kijk, als je als dichter ben je aan het schrijven en je wil dat degene die het leest, dat die een bepaald gevoel erbij krijgt. Een dichter die probeert eigenlijk dan een beeld uit te beelden met een woord. Dus je zegt, mijn zusje is net een monster. En in plaats van dat zusje laat je dan weg, dan zeg je, dat monster komt de kamer binnen. Ik heb een taart gebakken, zo geel als een zon. Dan proef je de taart al een beetje. Dan denk je dat het een lekkere taart met een beetje zo'n korst. En dat krijg je dan in je hoofd, zonder dat het er echt precies staat. Dus je maakt een beeldspraak dan. Een beeld wat meer oproept dan alleen maar de woorden. Dus ik had net ook een gedicht voorgelezen. En toen had ik ook al beelden in mijn hoofd. Toen had ik er eigenlijk een film van gemaakt, hoe het eigenlijk is gebeurd. Leren kijken. Met z'n vijven op een rij, met ons hoofd net onder water. En dan proberen omhoog te kijken naar de badjuf op de kant. Ik zie alleen maar heel veel wit en blauwe vlekken. Hoor haar roepen... Ogen open! Voel ze prikken en prikken, maar huilen maakt niet uit. Tranen zat in een zwembad. In het gedicht dat Leren Kijken heet, dat gaat het eigenlijk over kinderen die bij zwemles net moeten leren onder water te blijven en dan door het water heen te kijken. Dat is nog niet de beeldspraak. Dat is wel een beeld, maar dat is nog niet de beeldspraak. Maar op het einde staat... Tranen zat in een zwembad en opeens zie je dan iets dat helemaal niet bestaat. Je ziet dat hele zwembad vol met tranen. En als je dan denkt aan dat jongetje die daar dat ziet, die al die tranen ziet in het zwembad, dan weet je in één keer, terwijl het nog niet in het gedicht stond, dan begrijp je dat hij het maar moeilijk vindt. En dat hij eigenlijk het liefst wil huilen, terwijl hij het niet doet. Dat is wel heel mooi van het gedicht. Zwembadhaak. Langs de rand marcheert ze, sleurt me ijzig mee. De dikke kapitein met het fluitje om haar nek. Dikke nek. Haar koude ijzeren haak om mijn hals. Ze schraapt en trekt, mijn keel dichtgedrukt, mijn nek uitgerekt. Zeker 7 centimeter. Het chloor prikt en ik stik. Zo streng, zo staal kijkt ze omlaag. Ik doe toch mijn best. Waarom sleur je me zo als een dode vis aan een hengel? Geef me toch een plankje.
wacht maar. Vannacht rijd ik langs de gracht op mijn zwarte hengst. En in mijn hand een lange stang en aan die stang een scherpe vork. En op die vork geprikt sleur ik door de drek een dikke kapitein. Zonder fluitje, zonder nek. In dit gedicht is de beeldspraak dat het gaat over een badjuf. Maar dat wordt geen enkele keer gezegd, maar wel dat het een dikke kapitein is. En ze marcheert, en dat is echt zo hard lopen. Sleurt hem ijzig mee, een dikke kapitein. Een koude ijzeren haak, ze schraapt en trekt. Je hebt meteen een beeld voor je van een hele onaardige, gemene, koude, hele grote badjuf. En dat is de beeldspraak in het gedicht. Dat niet gezegd wordt, maar je voelt het meteen. Soms gebruik je beeldspraak als dichter omdat je iets extra duidelijk wil maken. Kijk, het is heel stom als je in een gedicht zet: de hoofdpersoon voelt zich verdrietig. Dat is heel suf, vindt niemand leuk om te lezen. Maar als je een beeld gebruikt, dan kan je eigenlijk door een vergelijking, door een filmpje, kan je laten zien hoe die persoon zich voelt. Dat is veel mooier. Dichters gebruiken een beeldspraak omdat dat je nooit echt precies de juiste woorden weet om iets te zeggen. Dus als je denkt, ik voel me in mijn eentje, ik voel me eenzaam of klein, dan kun je wel zeggen, ik voel me klein en eenzaam. Maar dan ga je eigenlijk juist zoeken naar andere woorden die je veel meer beeld geven in je hoofd. Dus dan zeg je, de huizen zijn hoog, of alles lijkt veel groter. Of, dan zoek je naar andere woorden die ook beschrijven dat je je eenzaam voelt, zonder dat je precies zegt, ik voel me eenzaam. Bosbrand. We zagen rook en vlammen en mensen op de weg met stokken en takken. Het vuur rende zo hard, je kon het niet bijhouden. Hitte waaide in ons gezicht. Zoals wind het gras kampt, kampt vuur de bomen. Tot alles verdwijnt. Vogels, bloemen, dromen. De beeldspraak in het gedicht Bosbrand is, vind ik, heel mooi. Het gaat eigenlijk over het kammen van de wind. Dus de wind kamt het gras. En dan, daarna gaat het over hoe het vuur de bomen kamt. Die beeldspraak van die kam is zo mooi. Want kijk, als je denkt wat een kam doet. Hè, dit is een beetje de kam en die gaat zo door de haren heen. Dat zie je dan. Maar er staat in het gedicht dat de wind het gras kamt. Dus dan zie je de wind ook zo hop, door dat gras heen. En dan staat er ook nog in het gedicht hoe het vuur, ook weer zo, door de bomen heen gaat. Dus je ziet eigenlijk drie soorten kammen. Eentje staat niet in het gedicht, zit in je hoofd. En die andere twee staan in het gedicht. De planken in huis, die hadden echt zo'n speciale geur. En als je dan lang weg was, dan was je die geur een beetje vergeten. En als je heel lang thuis was, dan was je eraan gewend. Maar op het moment dat je thuis kwam van vakantie, dan rook je zo de planken van het huis. En dan wist je, dit is de geur van thuis zijn. En dat is dus een beeldspraak die ik zou gebruiken in een gedicht over thuiskomen. Kijk, dichters hebben geen receptenboekje of zo. Er staat niet ergens een lijstje van beeldspraak. Doe dan dit of dit of dit of dit. Meestal ontstaat dat gewoon in het hoofd van de dichter. Heel vaak begint ook het schrijven van een gedicht met een beeld. Dus de dichter heeft niet eens de regels bedacht, misschien niet eens het onderwerp bedacht van het gedicht, maar heeft plotseling een plaatje gezien. En dat schrijft hij dan op. En dat is vaak het mooiste beeld van het gedicht. En je hebt een beeld in je hoofd en het wil je bij de lezer overbrengen. En dan denk je, ja, wat is nou precies het juiste woord ervoor? En dan schrijf je op, dat is in een woud van haar bijvoorbeeld. En dan denk je, ja, het is niet echt een bos, het is echt een groot woud. En dan is het er ineens. Dus een beeldspraak, dat kun je niet echt gaan verzinnen. Dan wordt het gewoon een beetje lelijk. Ik ga niet 's ochtends bedenken, ik ga vandaag een gedicht over schildpadden schrijven. Maar misschien zie ik ergens een schildpad en dan moet ik denken aan bijvoorbeeld twee deksels van een drumstel. Die ook zo op elkaar slaan. En dat beeld, hè, van die twee deksels, het lijkt een beetje op een schildpad. Daar ga ik dan een gedicht over schrijven. Daarom is het ook zo leuk als kinderen gedichten lezen. Dus kinderen, lezen meer gedichten. Want dan worden ze ook een beetje getraind om dat te zien. En dan heb je allemaal een filmpje in je hoofd.